Goede zondagmorgen, zondagmorgen. Hoe is het nu met u? Met mij gaat het stukjes beter. Zit weer schot in de zak, ja nu. Nou, wat ga ik nu toch maken? Ik neem 2 blikjes tonijn, ja ja. Wel van een goede kwaliteit, zonder rotzooi erin, ja ja. En even een avocado. En ik heb ook wat kiwi erbij. En ik heb hier nog wat spinazie. En deze kan je voor allerlei dingen gebruiken, ja, ja, paprika. Nou, een uitje. En ik heb 2 kleine sinaasappels hier ingepest, heel kleintjes. Daar gaat een beetje tomato in. Dit is zonder conserveermiddel, niet, want daar kijk ik altijd op. En ja, ik kan er niet tegen, want ik ben zo gek op die zaden. Maar nee, een klein beetje erin. Dus een klein beetje van dat, een klein beetje dit. Ik heb inmiddels honing erbij gedaan. Nou, dan ga ik het even roeren. Ik heb 4 eieren gekookt. Nou ja, goed, de avocado die ga ik dan fijn maken. Nou, en de rest zien jullie zo wel weer. Nou, inmiddels 1 teentje knoflook erin gedaan. Zien jullie dat? Al weet je dat het lekker is met sinaasappel. Oh, want ik kan met jou niks te doen, geen zout, niks. En weet je wat het voordeel is van een pot waar geen, laat ik het zo zeggen, tomatenketchup zit heel veel suiker en zout in, dus gebruik ik niet meer. Dus ik gebruik gewoon die potten of pakjes waar dus geen rotzooi in zit. Nou, en dan ga ik de avocado, ja, die ga ik het eerst doen, want die moet er ook doorheen. Het moet natuurlijk een beetje smeuïg worden. Nou, de avocado heb ik hierin. Het is nog wat een harde kont, maar dat geeft niet. Dus in plaats dat ik pijnboompitten gebruik, doe ik dit. En avocado heeft een neiging dat hij meteen die smaak opneemt. Ja, van dat goedje wat ik gemaakt heb. Nou, heb je nou nog een. Ik gebruik altijd tissues overal in de badkamer. Kost nog geen euro, doe je heel lang mee. Kleine papiertjes, nooit verstopte wc, want dat heb je hier nog wel eens. Maar hier ben ik in huis wel tevreden, niet op de Golden Mountains. Dus daar gooi ik mijn vuil in. Kijk, hier zit nog een pit in. Huppa, ik gooi er alles in. Nou, dus dat en dan doe ik even een tomaatje in. En de kiwi doe ik apart. Nou, en daarna ga ik sla erin doen. En op het laatste ga ik de tonijn erin doen. Maar die maak ik dan apart af. Aan met een klein beetje tomaat en mayonaise. Nou. Dus dit laat ik even intrekken. En het is zo gebeurd. En dan smaakt hij meteen naar dat wat ik gemaakt heb. Nou ja, ik ga nog even verder. Nou, inmiddels uitje gesneden. De rest is gewoon een beetje. En de rest doe ik een dekseltje op in een klein bakkie. Nou, ik heb een tomaatje. Ik heb natuurlijk de avocado erin. Nou, zien jullie al dat het wel heel lekker wordt. Dan wordt het best een grote schaal. Nou, en dan de kiwi. Nee, ik doe er 1 kiwi erin. En de andere kiwi doe ik apart. Oké. Nou, ja, ik verzin het onderweg hoor. Zo ben ik nou helemaal. Nou, in ieder geval. Er schijnt het zonnetje heerlijk. Zien jullie dat? Hierboven. En straks draait hij en dan komt hij hier. Nou, ja, de spinazie snijden. Nou, inmiddels mijn spinazie heel fijn gemaakt, zie je dat? Ook bio. Maar, waarom gebruik ik nou spinazie? Want in sla zit eigenlijk helemaal geen vitamine meer in. En in spinazie nog wel. En spinazie ja, is sla-achtig. En heeft veel lekkerder smaak, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Nou, je ziet dat er doorheen. Nou, dit is zo goed als klaar. Dan laat ik dat even staan, een half uur. Dan ga ik dit even in ijsjes doen. En dan doe ik de eieren. Met de 2 blikjes zalm. Of zalm. Tonijn. Ja, doe ik erin. Dus ja. En dan, ja. Dus dat ga ik straks even laten zien. Dus dit is al de basis. Nou, dan heb ik dus 1 blikje tonijn. 2 eieren. Mayonaise en ketchup. En dan doe ik er allemaal door elkaar heen. Oh, moet je kijken jongens. Heerlijk. Heerlijk die zon. Nou, gisteren de hele dag bewolkt. En
Ik kom zo bij jullie terug. Ik laat het even los. En dan doe ik het bij de salade. En moeten jullie nou toch eens kijken. Even kijken of hij nou aan staat. Oh, ja. Komt door die zon, hè. Nou, wat een tonijn ook, hè. Het lijkt heel veel, maar het komt door de eieren. Nou, dat doet hij goed helemaal doorheen. Nou, dan is het klaar. En dan ga ik zo nog even proeven. Echt waar, geen zout erbij doen. Gewoon een sinaasappeltje gebruiken, is ook al zoet. En een zoutje van de knoflook en noem maar op. Ja, het is gewoon heerlijk, heerlijk. En dan, ja, bij de ketchup zit ook natuurlijk, of de tomatenpuree zit er natuurlijk ook een beetje wat zout in. Altijd, ja, dus je hoeft er eigenlijk niets meer bij te doen. Nou, moet je kijken, een hele grote schaal. Dan kan ik dus een paar dagen, kan ik dat van eten, dan leg ik het even weg. Marine slaapt nog. Nou, even proeven. Niks meer. Zalig. Dus dat gaat even de ijsker zien. Dus je gebruikt maar een half paprika. Nou, dan gaat de rest even wegbergen. De borden opmaken voor straks. Maar ik ga het eerst even in de ijsker zetten.